Inderdaad, wij gaan verhuizen. Van 1932 zitten wij hier op deze plaats. Zelfs op deze eigenste plaats is mijn grootvader begonnen. En gaan wij verhuizen naar een nieuwe locatie in Tiene. We hebben een locatie gevonden, iets meer buiten het centrum van Tiene, want wij zitten nu juist niet in en niet uit het centrum, we gaan iets buiten het centrum nu. Het komt eigenlijk meer in een belevingswereld terecht. We zitten niet zoals nu tussen de gordijnstalen in, maar het zal daar op een heel andere manier gepresenteerd worden. Het zal er alleen maar beter op worden, ik mag het zo wel stellen. Wij willen de mensen meenemen naar de interieuromgevingen zoals dat je ze her en der op de reizen beleeft. We gaan een aparte inkom hebben voor de verfafdeling, dat trouwens ook een Colora wordt. De eerste keer in Tiene dat er een Colora komt, de verfwinkel. Sliding Glass krijgt een enorme boost in de nieuwe toonzaal. Zo komen we met een volledige nieuwe productielijn. Worden er sliding glasses tot 4 meter hoogte tentoongesteld, maar ook andere producten. Dit is de nieuwe site waar dat ons verbouwing volop aan de gang is, waar dat we met mannenmacht aan het werken zijn om tegen het vroege najaar 2017 klaar te zijn met onze nieuwe showrooms, mag ik zeggen, want het is dan wel de Colora en dan de Tende interieurafdeling. Heeft nog heel veel capaciteiten. Dat blijkt uit de vele bouwprojecten dat er momenteel zijn. Er is een grote verscheidenheid van winkels, maar toch behoudt Tiene zijn kleine gezelligheid die ik van vroeger ken.